In deze editie van onze onafhankelijkheidsserie komt de ex-vicepresident van Suriname, Ramdin Sarjoe, aan het woord. De viering van de 45ste verjaardag van de Republiek Suriname is ook heel bijzonder voor de ex-vicepresident, die dankbaar is dat hij het nog mag meemaken. Hij blikt tevreden terug naar het moment toen Suriname onafhankelijk werd. Ik ga terug naar 1967, 28 april was het. Toen de VHP een brief schreef naar formateur, later minister-president, de heer Joopie Pengel, waarin de VHP aangaf voor wat betreft de onafhankelijkheid, dat de VHP voorstaat voor een geleidelijke ontwikkeling van het land naar een volledig zelfbestuur. Vervolgens zie ik 5 januari 1972, toen op voorstel van premier Jules Setney van de VHP-PNP-regering, een koninkrijkscommissie werd ingesteld. Een koninkrijkscommissie met secties in Nederland, op de Nederlandse Antillen en Suriname. In Suriname had de heer A.J. Morpurgo het voorzitterschap van deze sectie. En dan is een ander moment dat als resultaat van de algemene verkiezingen gehouden in november 1973 de heer Henk Arron als minister-president op 15 februari in het parlement de mededeling deed dat Suriname ultimo 1975 onafhankelijk zou zijn. Deze mededeling bracht wat politieke spanningen, maar het was de parlementsvergadering van 18 november 1975, toen de heer Arron van zijn zetel opstond, naar de heer Lashman liep, zijn hand reikte naar Lashman toe met de woorden van dat wij dit land samen tot ontwikkeling gaan brengen. De heer Lashman, toen oppositieleider, aanvaarde de hand, er kwam verzoening en deze verzoening bracht opluchting in de samenleving, vreugde in de samenleving. Deze dag staat bekend als de Brasa Day. Hiermee was er een basis gecreëerd voor een beter en groter draagvlak voor de onafhankelijkheid van Suriname. Op 25 november 1975 voltrok zich in de aula van de universiteit een bijzondere gebeurtenis. Op een plechtige, buitengewone openbare vergadering van het parlement werd de akte van soevereiniteit ondertekend door koningin Juliana. Hiermee werd de onafhankelijkheid van Suriname erkend. Wij zien gebeuren dat in dezelfde plechtige openbare vergadering van het parlement de eerste president werd benoemd. Gouverneur Ferrier werd benoemd tot de eerste president van de Republiek Suriname. Dezelfde avond, op middernacht, wordt de Surinaamse vlag, welke was goedgekeurd in het parlement, gehezen in het André Comprevint Stadion, terwijl de Nederlandse vlag werd neergehaald. Ik zat op de eretribune met mijn vrouw, op de eerste rij zaten de heer Arron, Lachman, samen met prinses Beatrix, de gouverneur, eigenlijk de president, Ferrier toen. En het moment dat de vlag, Surinaamse vlag, werd gehezen, onder begeleiding van het volkslied, het spelen van het volkslied, toen de vlag de top bereikte, barstte een feestvreugde uit, zowel op de eretribune als op het veld met de duizendkoppige massa die er aanwezig was. En ieder feliciteerde een ander. Het was een heel prachtig moment. Heel voor mij een moment om terug te blikken dat in het proces van de onafhankelijkheid dat mijn bijdrage manifest werd. Ik kon die vlag zien en het was voor mij een moment van
trots van voldoening dat ik dat heb kunnen meemaken. En dat was dus ex-vicepresident Ramdin Sarjoe in deze editie van onze onafhankelijkheidsserie. Hij feliciteert de totale gemeenschap met 45 jaar onafhankelijkheid.